van je hart. Ik ook van jou, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat zegt dit bloemetje. Daarom is dit bloemetje voor jou. En het is Tiervader, prachtige blomke. En wij houden de telefoon Nel Nicolai. Hi, Nel. Ja, hallo. Hi, hoe is het op deze warme DBM daar? Ja, bij ons is het ook warm. Maar je kan rustig Fries praten, want ik kan het volgens mij. Nou, dan doe het lekker in het Fries. Dat is wel zo lekker, ja, op z'n dissen. Dat is Friese radio, hè? Ja, zei jij dat ook. Ja, Fries en Blopper. Nou, zij is het. Nel, even van natuurlijkheid. Het blomke gaat naar Ian, die is toe heel goed kerst, volgens mij, hè? Ja, ja. Die had onvrije, ja. Zeg maar in het Hollands, want Fries van mij is zo slecht. Oh, dus. Ja, nou, daar snap ik er niks meer van. Dat is ook goed. Ja. Daar gaan we lekker over. Maar joh, mij wel. Jo, ken wel een Fries. Oh, dit wil ik zien. Hoe lang is dit volgast? Oh, dit wordt heel lastig voor mij inderdaad. Maar vertel eens even, waar gaat het blomke heen? Wie is op jou voor het blomke? Ik wil Els Wiers maar voorstellen. Dat is iemand die zoveel voor een ander doet. En zelf voor zichzelf niet gevraagd. En vandaar dat ik die voorgesteld heb. En hoe beeld dat zich uit? Hoe zit dat dan? Want waarom dat ze nooit wat van... Moet ik al die goede werken van dat goede kind opnoemen? Nou, een peer. Een hele middag tijd. Nou ja, een peer zou ik wel heel leuk vinden, dacht ik. In een ja, hele minuut. Zij is van jongen, van begin af aan is zij de drijvende kracht van Dier onder Dak. En daar steekt ze heel veel tijd in. Daar gaat ze geregeld met die diertjes naar ik wou zeggen kinderarts, maar ik bedoel de dierarts. En zij is voor de buurt al verschillende malen voorzitter van de buurtvereniging geweest. En als zij voorzitter is, ja, de ander niet erna gesproken, maar dan is het prima. Ja, nou, die heeft wel een bloemetje verdiend, hè? Maar ja, ik heb het wel, want je wil de hele tijd nog wel volpraten, Erik. Maar als je wij gewoon oorschakelt die naar Ussi Brechta, die is daar op dit moment op locatie. En die is daar ergens in de buurt. Ze brecht je kerst dus even uitlezen, was het just? Nou, we zien een beetje een verlaten dier onder dak in de volle zon. Oh. Dus ik zie daar weinig beweging. En we lopen er even naartoe om te kijken of Els Wiersma daar is. Als het goed is, we horen uit betrouwbare bron dat ze daar zou zijn om 2:00. Sta bij de bel. Okay. Drukken, drukken. Ja, drukken. Ja, we hebben hem. De bel. Oké, okay. Dan wachten we nu. Oh, ik hoor de deur. Kijk wie we daar hebben. Oh, de deur ging open en meteen weer dicht. Maar we zien degene die we moeten hebben en dat is Els Wiersma. Kom op, Els. We zijn van de zomerradio van RTV Noordoost-Friesland. En er is iemand die jou deze bloemen geeft. Omdat jij verschrikkelijk veel altijd voor een ander doet. Je bent al vanaf het begin bij Dier onder Dak, heeft diegene verteld. Ze heeft ook verteld dat je je zoon met het gezin wekenlang in huis hebt gehad. Nou, dat heb ik met heel veel liefde en plezier gedaan. En Dier onder Dak is mijn hobby. Dus werk kun je het niet noemen. En altijd met heel veel plezier. En blijf ik ook doen. Want hoe lang ben je al bij Dier onder Dak betrokken? Moet ik even spieken, hoor. Ik denk vanaf het gebouw hier staat en dat is 89. Ja, 1989. Ja, zo lang ben ik hier. Nou, dat is in de vorige eeuw al... Ja, en heb je enig idee wie jou deze bloemen geeft en wie ook heel veel van je houdt? Want diegene is ook ontroerd door alles wat je voor haar doet. Ik denk Nel Nicolai. Ding, 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 ding. Heb ik het goed? Je hebt het helemaal goed. Ja. Dat dacht ik al. Ja, er kan maar één wezen die dat voor mij bedenkt. Ja, klopt. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.